Het is uit Drok op de borkerij van Henk Elshof. Belutsenen, belangstellenden en passen komen massaal aan op de start van het dakproject. De onpak is heel eenvoudig. De boer hoeft er niet te dwaan. De boer king gewoon dwaan beleel wat er goed in is: goed voor de keiswargie, het onder haren, goede malkenlevering. En het energiestik wordt oppakt door een expertbedrijf wat er verstand van het. Friesland Campina gaat van het Ministerie van Economische Zaken 200 miljoen euro subsidie krijgen voor de eerste 300 boeren. Uiteindelijk maakten ze aan 1500 borkerijen onder het project Meidwaan. Van Friesland Campina is Dworsmes een kernactiviteit. Van 2020 al, wil het bedro alleen nog maar energie-neutraal groeien. We hebben een grote uitdaging als Friesland Campina om daar aan die doelstelling te voldoen. Dat kun je niet met één project doen. Daar zullen verschillende projecten bij zijn. Maar ik kan u zeggen dat zonnepanelen, het solarproject binnen Friesland Campina, een heel belangrijke pilaar is om dat te realiseren. Het risico van het project leidt bij zonnepanielonderneming GroenLeven. Dit bedroeg hier het dak neemt hij de miljoenen investering in de panelen van zijn rekken. De ruimte is er, de daken zijn er geschikt voor. We zitten, ze zitten dan met de asbest, de asbest met de we met het dak toch uh, ja, de daken al op. Ja, de dak ik nog energie opwekken ken, is dat Lindner maar heel mooi. En ja, dat die dubbelfunctie, daar waar ik al hier om ziek Voor boer Henk Elshoff is het een boetekans. Hij baat een peer duizend euro hier voor zijn dak en hoeft neer te investeren. Maar het is net een het rendement dat hem droodt. Wij als agrarische ondernemers wij hebben zoveel potentie hier in daken. Uh, mesvergisting, uh, wind, uh, wie weet wat, uh, wat er nog meer betacht, uh, of in de pijplijn zit. En uh, iedereen met een steentje er een bijdrage aan een duurzame wereld En uh, wij ik. Bob dat is er geen enkele reden om het net te doen. Uh, die daken, die lezen er maar. Uh, uh, donderen is vol mijn paneel. En hoppakee, daar uh, heb ik geen les van.